Maar daardoor komt social media natuurlijk wel even op een wat lager pitje te staan. Hallo, goedemorgen. Het is maandag, nieuwe ronde, nieuwe kansen. En deze kans heb ik gepakt om mijn broek weer te passen. Die was altijd al een beetje ruimig, maar nu past die. Dus tussen al die zomerbende ellende heb ik toch iets gevonden wat ik nog pas. Of weer pas. Nou, ik kom net onder douche vandaan, dus ik ga nu even een shakey nemen voor ontbijt. Dit Monday. Altijd weer een mooie dag om weer even goed tegenaan te gaan. En dat lukt me nu ook, want ik heb super, super goed geslapen weer. Jax is vannacht maar één keer wakker geworden om, ik weet niet eens hoe goed de tijd meer, volgens mij 4:30. Terwijl zijn laatste voeding was om van 10, wel een hele lange, tot 11 heb ik wel borstvoeding gegeven. Echt 40 minuten de ene kant en nog een keer 10 minuten aan de andere kant. Maar hij heeft gewoon echt vet lang geslapen. Hij weet gewoon volgens mij steeds beter wat de nacht is en wat de dag is. En hij heeft steeds minder krampjes, want hij ligt nu ook gewoon lekker. Hey. Jax is vandaag gekleed als boefje. Hè? Boefje van me. Nou, ik heb alles geprobeerd. Een uur lang. De inleggen, even alleen laten. Weer kijken of ik iets moest doen. Luiertjes schonen, ik weet niet. Maar hij viel maar niet te slapen in zijn kamertje helaas. Maar ja, het kan niet elke dag meteen goed gaan. Hè? Dus dat is niet zo erg. Kijk, hij ligt nu wel lekker hier te slapen. Ik had al verteld dat we naar Duinville gaan, maar nu vertel ik je dat we gaan maandag. Komende maandag. Komende maandag al. Zwembad en pretpark. Ik ga even snel koken. Jax is even stil. Bart komt zo naar beneden. Check, check. Dan kan ik nu snel koken en dan eten we op tijd en dan kan ik op tijd weer voeding geven. Dus was het allemaal. Hallo en een hele goede, wat is het eigenlijk? Dinsdag vandaag. Ik ben lekker Jax aan het voeden. En ik heb een video geëdit vanochtend. Wel half met Jax in mijn armen. En dan weer met een kolf. En dan weer met van alles en nog wat. Maar Bart die is aan het werk vandaag. Dus het is een beetje improviseren tussendoor. Maar hij is wel erg lief voor. En hij heeft heel goed geslapen vannacht weer. Dus ik hoop echt dat hij dit ritme gaat volhouden. Zo, lekker middag eten met mijn mannetje. Ja. Ja, mijn andere mannetje. Kom maar lekker kijken. Hè? Een beetje hikken. Zo, we eten weer eens shawarma broodjes. Bart heeft weer gekookt, dus dan krijg je dat. Vegetarische, dat wel. Het is lekker, alleen ik mag niet echt knoflook. Dus nou ja, maakt niet uit. Het is even goed wel vet lekker. Waarschijnlijk als ik heb opgescherpt en één hap neem, zo, dan begint Jax te huilen. Maar ik heb vandaag niet zoveel gevlogd. Ik was eigenlijk gewoon de hele dag druk met Jax. En ook gewoon lekker van hem aan het genieten. Even lekker samen met hem aan het liggen. En lekker aan het kijken naar elkaar. Jola, die wil even wat zeggen. Nou, ik ga nooit, of ik ga hiernaast een huis, of bij ons nieuwe huis, daarnaast een huis kopen. Of ik blijf gewoon bij jullie. Jola gaat altijd nooit weg bij ons. Nooit, hè? Behalve als er een huis ernaast te kopen. Dus Jola gaat of naast ons wonen, of ze blijft eeuwig bij ons wonen. Precies. Dat ga je het laatste terugzien. Over 10 jaar. Dat zei ze.
Jola heeft trouwens make-up op vandaag. Ja, omdat ik had vandaag een dansoptreden of zoiets. Woehoe! En ze is door naar de volgende ronde. Ja, daar kom ik. Hey, ik wilde toch nog heel eventjes wat vertellen. Ook al ben ik hier op bed aan het voeden. Borstvoeding aan het geven, zoals wij dat noemen. Wacht, ik zet jullie even neer. Zo. Want, ik ga even een beetje onderuit zodat ik erop pas. Ik heb dus echt het idee dat ik de afgelopen 2 dagen, gisteren en vandaag, echt bar weinig heb gevlogd. Dus ik wil heel eventjes vertellen waarom dat zo is. Nou, dat komt gewoon omdat ik gewoon voluit aan het genieten ben van dit huilende, hele lieve, schattige wondertje van ons. En zo is het gewoon, want ook al huilt hij best veel overdag vooral. De nachten zijn echt goed de laatste tijd. Ja, is het gewoon heel moeilijk om te combineren met het vloggen. Want dan ligt mijn camera weer daar en dan ligt hij weer daar en dan vergeet ik het weer. En ik lig ook gewoon heel vaak lekker even hier in bed. Gewoon even te rusten. En dan heb ik hem gewoon bij me. Als hij niet wil rusten, dan pak ik hem lekker bij me en dan kijk ik gewoon naar hem. En als hij aan het huilen is, dan troost ik hem. Dus ja, ik ben er gewoon eigenlijk gewoon 24/7 wel echt mee bezig. En dat vind ik ook helemaal niet erg. Daar ben ik ook echt van aan het genieten. Maar daardoor komt social media natuurlijk wel even op een wat lager pitje te staan. Dat zullen jullie vast allemaal begrijpen. In de tussentijd komen er genoeg leuke ideetjes in mij op. Dus stay tuned. Abonneer als je er nog niet bent. Want er zijn echt zoveel leuke dingen. Juist omtrent deze periode die ik voor mezelf aan het opschrijven ben. Die ik wil onthouden. En waar ik echt nog leuke video's over wil gaan maken. In een wat later stadium wanneer ik weer wat meer tijd heb. Dank jullie wel voor het kijken. Sorry voor al het gelalala. Rock that joint.